Gentse stoverij. Pas op, stoverij, daar gaan blogs over praten. Hè? Want ja, de ene zegt de mijne niet het beste. Een beetje normaal, hè? In Leuven. Of, maar natuurlijk zit jij voorstander van de... Van de Gaarsche stoverij. De Gaarsche stoverij. Mijn frietje, bah, dat is niet te doen. Ja, dat smokt er, bah. Maar dat is waar, hè? Je hebt een liedje gemaakt met alle ingrediënten. Met alle ingrediënten erin. Van de Gentse stoverij, dus heel gemakkelijk. Het is op VTM Koken of... staat dat ergens op YouTube? Dat staat er wel op YouTube ergens. Ja. Hoeveel moet ik er zo schillen, Sophie? Je mag ze alle vier doen. Alle vier, amai. In die stoverij zitten dus paddenstoelen. Misschien een beetje ongebruikelijk, maar dat is dus typisch, hè? Ja. Zeg, Koen, uw jeugd. Ja. Hoe moeten wij die in ons voorstellen? Want dat was dan in de jaren... Wel, ik ben van 52, dus. Ja, ik dacht het 50. De jaren 50, dus. En dan de jaren 60 dan, hè. Dat, dat er nog geen televisie bij iedereen was, hè. En dan nog zwart-wit televisie. En moet je eerlijk zeggen, de eerste keer dat ik op televisie kwam, was ook nog zwart-wit. Ja. En van dus, wat was dat dan? Een programma van Paula Semers, was dat, weet je nog, of zo. Ja. Met Gaston Bergmans en met Leo Martin. Dus ja, dat was nog met de oudere garde. Hè. En dan mocht ik dan operettenmelodieën in zingen. En dan het koken is vooral van uw grootmoeder? Mijn grootmoeder en mijn moeder ook, hoor. Mijn moeder kon ook goed koken. Oh, echt, en mijn grootmoeder ook. En dat mens stond altijd eigenlijk vroeg op. En ze begon al dus, van 's morgens vroeg begon ze al te koken. Hè. Begon ze al soep te koken of zo, of stoofvlees te koken of zo. En ja, oudere mensen, hè. Ik ben nu geen oude mens, maar ik zie dat een beetje naar mijn eigen. Hè. Je staat vroeg op, hè. Je slaapt niet lang. Hè. Ja, als de haantjes kraaien. Als de haantjes kraaien in de Haan. Ja, je bent van Gent, maar je woont nu in de Haan. Hè? Al 5 jaar, ja. Fantastisch vind ik dat. Echt de waarheid. Ik woon er heel graag. Ga je dan veel wandelen aan de kust? Ja. In de winter is de Haan heel rustig. Hè? Ja, en dan kun je eigenlijk, bij manier van spreken, alleen een uur of twee wandelen en je komt niemand tegen. Hè? Ze zeggen in Gent, kun je met je bloot gat lopen en gaat gewoon niemand zien. En dus vroeger met uw grootmoeder in Gent? Ja. Een groot gezin? Dus twee zussen had ik, maar nog altijd. En dan grootouders woonden thuis in. Hè. En mijn moeder en mijn vader. Hè. Dus, zij zorgen dan? En zij zorgen. Mijn ouders die werkten dus heel de dag. Die gingen uit werken. En mijn grootouders die hebben ons eigenlijk opgekweekt, hè, als ze zeggen. Dus, voilà, schone schijfjes. Ik ga ondertussen het stoofvlees aankruiden. Ja. Stoofvlees is het vlees van zenuwstuk, wordt daarvoor gebruikt. Ja. Een kilo. Drie kwart kilo. Dit is voor 4 personen. Hè. Ah, ja. Gaan we aankruiden met peper en zout. En mooi aankleuren, hè. Ja. Drie kwart kilo vlees en wat champignons. Met een beetje wortels en evenveel anjou. Een kwartje goede boter, lorier en uquataan. Een goede lepel mosterd van Tierentuin. Kijk, die mooie aangekleurde stukjes vlees. Even opzij, want hier gaan we de ajuin nu in aanbakken. En jij mag achter mij tijm en lorier. Dus je hebt daar en daar is de lorier. Moet je tijm. Ajuin. Dat moet niet te fijn zijn, hè. Daar mogen een beetje stukken in zitten. Ja, doe maar bij. Voilà. Laurierbladjes. Voilà. Een stuk of 3 is goed. Genoeg? Ja, top. En die gaan we ook schoon laten bakken. Mm-hmm. Klein beetje boter bij. Ja. En dan mag je ook nog, Koen, paddenstoeltjes in 2 snijden. Gewoon in 2. Ik zal al een klontje boter in de pan doen voor die paddenstoeltjes. Voilà, gewoon aanbakken, hè. Ja. Hier, als die ajuintjes mooi gaar zijn, toch? Dan mogen de wortels erbij. Kijk, en dat is goed veel groenten al, hè. Ja. Stoofvlees. Het allerbelangrijkste natuurlijk is de Tierentijnse mosterd. Tierentijn, hè? Dat is echt Gentse mosterd, hè. En je kunt dat moet er absoluut bij, hè. Je kunt dat... Allee, bijvoorbeeld in de Haan, hè. Hebben ze dat al in huis gedaan voor mij? Maar... Omdat ik dat niet had. Maar normaal breng ik dat altijd van Gent mee. Hè? En dat is op de Groensonmarkt. Er is door één winkel die dat daar echt gespecialiseerd is in Tierentijn. All right. En ze smeren dat dan zeker op zo'n... Op een boterham. Op een boterham, ja. Hè?
Oké, wat nog? Dus het vlees mag er weer bij. Bij de wortel. Pakken? Ja, uw pan is klaar daar. Met peper en zout. Dat zo doen ze, voilà. Dan ga ik hier dat hierin kippen. Hè. Voor dat terugzetten. We hebben hier nog niet gekruid, dus dat gaan we doen. Dan kan ik het doorgeven aan jou. Peper en zout. Ja. Dat mag ook op uw paddenstoeltjes. Ja, geen zout doorgeven, hè. Dat weet je. Huh? Geen zout doorgeven van hand tot hand, hè. Zo? Dat brengt ruzie. Is het juist? Is waar. Zo, moest ik nu een beetje zout opgeven? Nee, maar ik moet dat daar stellen, dan neem ik dat. En, Wie heeft u dat geleerd? Ja, dat zijn ook zo, als ik kind was. Hè. En artiesten over het algemeen, hè, die zijn daar heel gelovig in. Hè. Bijvoorbeeld niet fluiten in theater, niet uw schoenen niet op uw schminktafel zetten. Geen paraplu, alleen een regenscherm open doen in theater. Als het niet moet voor het stuk, want dan brengt dat allemaal ongeluk. En ja, dan zei je. Gelooft daarin. Dat geloof, ja, dat wordt u eigenlijk een beetje opgedrongen als je in theater binnenkomt, hè, door de anciens. Hè. Je mocht dat niet doen, je mocht dat niet doen. En in het begin zeiden van ja, zeg, ze zeggen maar. Hè. Maar om den duur begint je dat toch wel in te geloven als je succes daarvan afhangt. Dat je zegt, oké, okay, als ik dat niet doe, dan kan ik eigenlijk misschien, ja. Van de dingen vallen. Kan er iets gebeuren, hè? Ja, kan er iets verstuiken. Gebeuren. Hè. Gelijk bijvoorbeeld ook onder een ladder lopen, nooit doen. Kijk, begin al schoen te bruinen, hè, Sophie? Ja, laat ze maar goed gaan. En nu? Bevochtigen. Nou? Zing het mij een keer. Wel, mee een flaske kriek. Uit mijn streek deze keer, ja? Hè? Ja, drie fonteinen. Lekker zuur. En dan twee poeters. Twee poeters. Poetersbier. Poeters. En ik ga hier nu nog een van mijn geheime ingrediëntjes, ja, zeg maar. Al is het niet meer geheim nu. Om die zuurtegraad weg te nemen. Ik heb altijd bessengelei in mijn koelkast. En dat is goed bij als je een wildsaus maakt of zo. Ja, zo. Ja, of als je een saus hebt die een klein beetje te zuurig is, dan is dat echt opgelost daarmee. Dat is keilekker. Zou dat hier in orde zijn? Een goede lepel. Ja, je mocht ze erbij scheppen, maar niet te... Nee, de jus niet. Hè? Ja, ja. Bessengelei. En dan laten we 2 uur onder deksel. Veur dat de wat proeft. Het moet botermals zijn en smelten in de jus. Hup. En dan nog als laatste muskaatnoot en kruidnagel. Moet jij die pakken, Koen, daar? Ja. Staan in een potje. Kruidnagel, zie het. Een stuk of 3 zal goed zijn. Dat je het er smaak kan, zeker? Ja. Nu vuur naar beneden. Echt, dat mag heel zachtjes gaan. Ook deksel erop, want het is niet de bedoeling dat al dat vocht weggaat. Hè. Het is de bedoeling dat vocht erin blijft om zo boterzacht stoofvlees te hebben. Hè. Tot strakjes. Tot straks, stoofvlees. Frietjes. Frietjes. Handgesneden frietjes are the best. Hoe heb jij ze het liefst? Fijn? Zo kleine frietjes. Frietjes maken we met, je kiest de grote eruit, maar het belangrijke is dat ze loskokende aardappelen zijn. Dus we gaan die eerst schillen. En dan, als ze geschild zijn, gaan ze in plakjes en dan in balkjes. Hè. Ah, ja, ja, ja. I found my thrill. On Blueberry Hill. On Blueberry Hill. Frietjes bakken, dat gebeurt in 2 keer. Eerst pocheren, voorbakken, hè? Ja. Aan 150 graden. En dan de laatste keer aan 180 graden. Voor ze mooi lekker krokant hebben. Wat mijn vader er altijd in deed, hè? In het frietvet, hè? Een halve ajuin. I love this information. Oké, een halve ajuin. En waarom weet ik niet, hè? Ik denk voor de smaak. Voor de smaak, ja. Dat maakt ze nog zoeter zo. En dan waren wij zo altijd zo, en we kregen dat dan in zo'n pot, hè. En we waren ook altijd zo die schijfjes ajuin aan het uitzoeken erbij. Kei lekker, dat is zo gelijk als op een hamburger. Ja, zo. Ja, ja. Ga jij die meepakken? Ja. Mijn frietpotje staat klaar. Pak er eens uit, dan. Ja. De frietjes.
150 graden, dat is ongeveer 3 minuutjes. Ja. Dat gaat smaken straks, een stoofvlees met een bubbelje. Maar kijk, het is laag in alcohol. Ah, ja. Appelsieder. Lekker, hè, moet daar eens aan ruiken. Als ik zat ben, gaat er geen problemen mee hebben. Ik breng u wel naar huis. Ah, dat is goed. Santé. En de ogen kijken. Een kortje goede boter. Of anders, dat weet jij wel zeker, hè? Dat mag niet, hè. Die gaan eruit. Ah, die geur, dat is zoals aan een hamburgerkraam. Ja, met Tine en Ajuin, hè. Ah, zalig. Oké, Koen, die gaan er weer in. Wil jij de stoverij? Ja. Oké, mag je de pot op, ja. Hier op tafel zetten? Wat zegt dat? Nog een klein beetje peterselie over. Goed. Mag, hè? Ja. Hè? Mag, hè? En in een mondje smalt. Is er geen plaat die geld stond. Oké. Ja. Een beetje peterselie erover. En een frietje bij, hè? Dat is de max, jong, met zo'n majuin erbij. En nu zijn ze ook zo schoon bruin, hè? Oeh. Amai, zijn ze schone bruine frietjes. Zie, en dat geluid. Oh, dat is fantastisch. En die reuk. Allee, elk een najaan. Is het goed? Ja, dat ja, we niet vechten. Ja, wat is. Bekante frietjes. Neem je bord maar en je glaasje mee. Je mag aan tafel zitten. Je moet de vliesjes bakken en toen zoekt de goed begonnen, hè? Ja, zal we zijn. Oh, amai, amai, hier heb ik het ziet er lekker uit en het ruikt zo lekker, hè? Santé. Santé. Het is maar Sophie dat er moet zijn voor een talure met frieten en stoveraar. Ik wil beginnen met die denker, met die najuin. Ja, iedereen, dat moet je echt doen, hè, mensen. Met mayo? Ja. Zo juist over het frietje te doppen. Vlees is zalig. Boterzacht? Boterzacht. Smelt in uw mond. Echt waar. Heel lekker. Ik denk dat heel Vlaanderen dat nu gaat klaarmaken. Kerstjes over haar. Ik denk het ook. Ik denk het ook. Zo'n goede dikke saus, hè? Ja. Zoals je het zei, zoals uw mama, hè? Echt, ja. Jan die kan ze ook heel goed klaarmaken, maar die saus is zo dik. Ik zeg altijd, Jan, die saus moet wat dikker. Nee, dat is goed. Want ik kijk. Maar mag je kijken, dat is goed. Bekijk nu onze volledige aflevering online en ontdek nog meer programma's. VTM, je beleeft het hier. 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 En hier.